Hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Dit keer specifiek over de Prusa i3 MK3. Dus heb je deze printer niet, dan mag je natuurlijk met alle plezier kijken. Al is mijn hoofd niet zo interessant en mijn verhaal ook niet. Maar dit gaat specifiek over die MK3. Een van de bijzonderheden die die Prusa i3 MK3 heeft, is dat die auto-bed leveling heeft. Op die Prusa ligt een metalen sheet met pei, noemen ze dat. Dat is een materiaal wat zeg maar heel goed is om de print vast te laten zitten. Aan de zijkant van mijn extruder zit, en dat zult u weten als u een MK3-bereik gebruiker bent, zit wat ze noemen de Pinda-proop. Pinda is niet het woord zoals wij dat kennen, Pinda, maar is een afkorting. Vraag mij nu niet welke afkorting, maar als je daar even op gaat zoeken, zul je zien dat dat gewoon een afkorting is. En die P die staat in elk geval voor Prusa. Wat die Pinda-proop doet, die meet uiteindelijk de afstand van het printbed, dus die metalen plaat met die pij erop, naar die proop toe. En aan de hand daarvan gaat hij in feite zijn bed corrigeren. Dat noemen ze de autobed leveling. En bij zo'n Prusa gebeurt dat eigenlijk aan de hand van 9 punten. Dus hij begint met dat meten links voor, dan gaat hij naar midden voor, dan naar rechts voor, dan gaat hij naar midden, of rechts midden, dan gaat hij naar midden midden, naar links midden, links achter, middenachter en rechtsachter. 9 punts bed leveling, auto bed leveling. En met die waardes gaat hij dus het bed proberen te levelen. Nu echter is er in de Prusa community, Prusa is open source en dat betekent dat iedereen eraan mee mag werken. En men is erachter gekomen dat als je nu niet 3 keer 3, dus 3 punten op de eerste lijn, 3 punten op de tweede lijn en 3 punten op de derde lijn gaat meten. Maar je zou dit gaan doen in 7 lijnen en dan per lijn 7 punten, dus 7 keer 7. Vandaar ook de titel van dit artikel. Of eventueel zelfs 9 keer 9, dus 7 keer 7 is 49. Dus dan meet hij dus 49 punten in de plaats van 9. Of 9 keer 9. 81 punten in de plaats van 9. Kun je je voorstellen dat dan die autobed leveling een stuk beter gaat zijn dan dat die dat bij de huidige 3x3 meting is. Ik lees op Facebook veel problemen die mensen hebben met het feit dat bijvoorbeeld de linkerkant van het bed duidelijk een andere waarde heeft dan de rechterkant van het bed. En dat betekent dat als ze het hele bed gaan gebruiken om te printen, dat ze dan moeite hebben met de eerste laag. Daar heb ik zelf een heel klein beetje last van, maar niet echt heel erg veel. Maar ik heb dus gelezen dat zeg maar de mensen die dit inmiddels gebruiken, want er is een beta-versie van online al te verkrijgen, dan schijnt dus werkelijk je eerste laag stukken beter te gaan zijn. Dus als je een 7x7 bed leveling gebruikt, is dat veel beter dan een 3x3 bed leveling. Ja, je leest ook af en toe wel een keer een negatief bericht. Dat is inherent aan het gebeuren. Kijk, als het bed echt helemaal offline is, dan zal ook een 7x7 niet helpen en ook een 9x9 niet. Maar in principe is dus een 7x7 bed leveling en een 9x9 bed leveling dus beter dan de standaard 3x3. Nu hoort er bij die bed leveling ook een verandering in de start G-code bij. En die start G-code, de G80-lijn, moet veranderd worden. Daar moet nog iets bij geplaatst worden. Op de Facebook-groepen van Prusa is daar het een en ander over terug te vinden. En inmiddels heb ik ook al berichten gelezen dat Prusa dit in zijn volgende firmware gaat opnemen. Dus in de volgende firmware, ik heb het zelf ook nog niet geïnstalleerd, ik ga het nog niet gebruiken, ik wacht echt tot de Prusa firmware er is. Maar daar wordt dus al gesproken dat je kunt gaan kiezen voor de 7x7 bed leveling en de 9x9 bed leveling. De downside, dus het tegen
kant van dit verhaal is dat de bedleveling langer gaat duren. En doordat die bedleveling langer duurt, duurt het ook langer voordat je print begint. En je kunt je voorstellen als die 9 keer aan het meten is, of hij moet het 81 keer bij de 9 keer 9. Dat is dan ook 9 keer zo lang. In elk geval kan hij daardoor zijn bed beter levelen. Wat wel belangrijk is, dat als je die nieuwe software gaat gebruiken, is dat je eigenlijk de zaak weer op nul moet zetten. Dus je live zet moet naar nul. En ook wat ze noemen de mesh bed leveling. Want er zit in de Prusa een functie waarbij je handmatig nog achter, voor, links en rechts afzonderlijk een aparte waarde kunt meegeven om het iets omhoog of omlaag te halen. Het wordt wel geadviseerd om dat in principe vanuit nul weer te beginnen. Zodat je vanuit de nieuwe waarde alle leveling gaat doen. Het heeft nogal wat gevolgen, want dat betekent ook dat je slicer veranderd zal moeten worden. Zowel in de G-code als, waarschijnlijk eigenlijk gewoon de hele versie. Er zit trouwens nog iets aan vast. En ik denk dat Prusa ook dat mee gaat nemen in zijn firmware. Dat is de code M860, als ik me niet vergis, ik dacht dat het M860 was. Dat is dat die autobed leveling pas mag gaan plaatsvinden als de pindaprobe op temperatuur gekomen is. Want dat is nu ook nog niet het geval. Dus ook dat zal waarschijnlijk wel worden meegenomen. Dat eerst de pindaprobe op zijn temperatuur gaat komen en dan pas die autobed leveling. Bedenk even dat eventuele G-codes bestanden die je van allerlei andere prints al hebt liggen, zullen opnieuw geslijst moeten worden. Met die nieuwe G-code. Zodat zeg maar op het moment dat je dat gaat printen, het ook die veranderde start G-code heeft die nodig is voor die 9x9 en 7x7 bed leveling. Ik heb vandaag 14 januari al even gekeken of die nieuwe versie van Prusa al beschikbaar is, maar dat is die nog niet. Maar ik heb al een tweet gezien waarin men bij Prusa aangeeft dit te zullen gaan toevoegen. 7x7 bed leveling en 9x9 bed leveling. En dit is de grote kracht van Prusa. Het is niet een printer die op de markt komt en waaraan dan geen verbeteringen meer plaatsvinden. Ja, je kunt dat zelf gaan doen. Maar er wordt geluisterd naar de community. Er wordt gewerkt door de community aan die open source. En als het een beetje mee zit, levert dat uiteindelijk nieuwe firmware op. En dat gaat dan in dit geval met die 7x7 en 9x9 gebeuren. En dat zal uiteindelijk leiden tot een betere printer. Dat was die voor vandaag. Veel plezier. We wachten op die nieuwe firmware. En dan gaan we hopelijk daarvan profiteren. Tot de volgende keer. Dag.